Goedemiddag. Welkom bij RTV Borne, Borne in beeld, met Jaap Besteman en Jan Stoop. En zij praten met Maria Zandjans van GroenLinks Partij van de Arbeid over, en nou komt het, inclusieagenda. De inclusieagenda. Die eind deze maand in de raad komt, hè? Dat klopt. Volgende week dinsdag. Ja. Het is nu woensdag, dus over een aantal dagen zal het op de agenda, of staat het al op de agenda, ja. Maar dan zal het besproken worden. En... Ja. Maar Maria, waar hebben we het dan over? Ja, de inclusieagenda, dat is de eerste stap om op mensen, in ieder geval met een beperking, dat ze ook een toegang kunnen krijgen tot daar waar je ook graag toegang tot wil hebben, tot de openbare ruimtes. En we hebben samen met de SP al een tijd geleden, daar een motie voor ingediend. Het is een VN-verdrag geweest dat ze zegt dat is verplicht, dat mensen met een beperking ook zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ja. Nou, waar moet je daarvoor doen? Daar hebben we ook gevraagd van college, wethouder, ga dan mee aan het werk, ja, samen met de ambtenaren, om een plan te maken dat we daar stap in kunnen zetten. Ja. Is er ook een beetje een overzicht van of daar behoefte aan is? Het gaat over mensen met visuele beperkingen of bijna gehandicapte mensen, mensen die psychische problemen hebben. Is daar een beetje zicht op? Ja, getallen heb ik in ieder geval niet, maar het is al landelijk in ieder geval wel bekend. Heel veel mensen zijn. In ieder geval in Borne hebben we 3000 mensen die onder die groep vallen. Ik vond dat zelf best wel een grote club mensen. Ja, daar kijk ik ook van op. Dus dat zijn mensen met, we noemen het dan een beperking, waardoor ze niet zo kunnen functioneren zoals ze willen. En dat is eigenlijk de vraag aan de gemeente, van help ons mee, dat wij ook gewoon mee kunnen doen zoals wij het willen. Ja. En dat op verschillende leefgebieden worden dan aandacht voor gevraagd van kunnen we daar wat in gaan veranderen. Oh, ja. Dus voor 3000 mensen dat is toch een betrekking. Wat. Ja. Hoe staat het eigenlijk met de toegankelijkheid van het gemeentehuis? Laten we daar dus beginnen. Nou ja, het oude gemeentehuis noem ik het nog maar even. Ja. Daar kom je zeg maar met een rolstoel bijvoorbeeld wel redelijk binnen. Maar als je bijvoorbeeld de fractiekamer hebt, dan zit daar een behoorlijke hoge drempel. Ja, ja. En als je mensen uitnodigt met een rolstoel, dan komen ze daar niet meer in of je moet ze gaan tillen. Ja. En is wel een lift, dus ze hebben al zoveel mogelijk in die zin wel progressie gemaakt dat de mensen kunnen. En er zijn ook beneden vergaderkamers. Maar ook voor als je doof bent, als je blind bent, wordt het vaak al wel lastiger. Kun je alles volgen als er een raadsvergadering is, als je doof bent. Daar zijn ook wel stappen te zetten nog. Maar inclusief gaat toch ook niet alleen over die praktische dingen, of vooral, maar het gaat toch ook wel over dat wij beter in gesprek gaan met die mensen. En die mensen er beter in gaan betrekken om zich Bornenaar te voelen en er betrokken bij. Ja. En dat wij beter te weten komen waar ze zich plezierig bij hebben. Klopt. En Marianne Stevelink is eigenlijk wel de gangmaker daarin. En die trekt ook regelmatig aan de bel, zo van let daar ook eens op. Dus bewustwordingsproces is gewoon heel belangrijk. Ze hebben bijvoorbeeld ook een paar keer vergaderingen of informatieavonden georganiseerd. Samen met de ervaringsdeskundigen van wat moet er gebeuren, wil ook die 3000 mensen zich als een volwaardig burger of inwoner van Borne kunnen profileren. En dus er zijn informatiemarkten bij geweest. Marianne Stevelink doet heel veel werk. Heeft bijvoorbeeld ook al acties ondernomen naar winkeliers om te zeggen van we kunnen de deur niet open krijgen als we bij u in de winkel zijn. Ja. We hebben een suggestie dat er in ieder geval een deurbel aan de deur komt, zodat er gebeld wordt en de deur voor hen open gaat. Nou, zo zijn er, dat zijn de praktische dingen waar zij heel fanatiek mee bezig zijn. Nou, als je het hebt over het gemeentehuis, ook het nieuwe gemeentehuis, zijn ze in ieder geval nu ook betrokken, de ervaringsdeskundigen, van waar moeten we aan denken als we een nieuw gemeentehuis bouwen? Ik noem het nog maar even het Woldrik, het sportcomplex, het nieuwe, zijn ze ook bij betrokken. Waar moeten we aan denken? Help ons mee. Vergeten we niet iets? Maar zijn er al voorbeelden waar dat soort aanpassingen gebeurd zijn?
dat jullie, hebben jullie daar voorbeelden van? Nou ja, wat ik nu al zei, de winkeliers, heel veel winkeliers hebben in ieder geval al een deurbel inmiddels. Als je in Borne komt, dan kun je gewoon, je komt er met de rolstoel niet binnen, dan kun je op de deurbel drukken. En ze zijn nu in ieder geval bij de opzet van het gemeentehuis ook al betrokken. Hoe kom je met de rolstoel binnen? Mm-hmm. Voor de apparatuur wordt er voor gezorgd dat ook mensen die doof zijn kunnen gaan volgen. Mm-hmm. Denk aan bijvoorbeeld aan ondertiteling en zo zijn er meer dingen. Mensen die slechtziend zijn, hoe kunnen we dat doen? Ja. Ik zie dat je de inclusieagenda bij hebt. Wij hadden ook commentaar op het formaat. Dat is een mooi formaat, daar is goed over nagedacht. Maar dan is het een rode kleur met zwarte letters die zelfs als je een bril draagt moeilijk te lezen is. Dus let daarop. Als je flyers uitdeelt, denk dat het dat ander lettertype moet of in ieder geval andere kleuren moeten zijn. Andere combinaties moeten zijn. Ik vond ergens deze slogan, Maria, niets over ons, zonder ons. Klopt, dat is wat Marianne Stevelink en de groep en het bestuur ook heel vaak zegt. Dan weet ik gelijk de bron. Ja, dus, en dat is gewoon belangrijk, laat ons meepraten. Ten slotte zijn zij de ervaringsdeskundigen en kunnen ze ons daar ons adviezen over uitbrengen. En ze hebben, zo ben ik zelf ook mee geweest, ze hebben ons een keer uitgenodigd om op een zaterdag door Borne te lopen. En dan, je kreeg een mogelijkheid om in een rolstoel door Borne te gaan. Je kreeg een bril op waardoor je nauwelijks meer wat zag. Mm-hmm. Je werd wel begeleid. Ja. En hoe gaat het dan als je dan door Borne loopt? Nou, kan je wel zeggen, je schrikt er wel van. Ja, dat lijkt mij ook. En dat is heel erg spannend en heel onzeker. Mm-hmm. Dus dat zijn stapjes om bewustwordingsproces ook te bevorderen. Mm. Zijn er voorbeelden bekend van hoe ergens in Nederland dit opgelost is? Misschien tussen aanhalingstekens opgelost? Nou ja, in ieder geval met de mensen aan gaan praten en zeggen, wat is dan nodig? Denk aan stoepen. Zorg dat je andere stoepen hebt waardoor je kunt voelen van, hey, er gaat hier wat gebeuren, er moet wat veranderen, dat je alert bent. En zo hebben ze ook, zijn ze heel erg betrokken geweest in Borne bij de, in de buurt hier, vlakbij, ik ben even de naam, Spanjaardswijk. Ja. Zijn ook de mensen met de ervaringsdeskundigen betrokken. We willen die wijk gaan veranderen, waar moeten we dan op letten? En daar hebben ze ook inderdaad de wegen aangepast, naar aanleiding van hun advies. Ja. Zijn er ook voorbeelden bekend van andere dorpen of steden, dat je daar heeft men er al mee geëxperimenteerd? Of? Ja, Borne is niet de eerste, er zijn er diverse al. Hengelo en wil ook wat meer gaan samenwerken met Borne. Enschede heeft al allerlei experimenten opgezet. Dus ze zijn landelijk in ieder geval al bezig. Het is niet voor niks ook een VN-besluit geweest, een verdrag geweest, dat het verplicht is. Dus de gemeentes zijn inmiddels verplicht om een inclusieagenda te maken. Ja. En zeggen, wat gaan jullie doen per gemeente? Dus ze zijn landelijk al behoorlijk bezig. En gaat dan bijvoorbeeld Hengelo dienen als voorbeeld voor Borne? Of? Nee, dus ze trekken samen op. Ja, ook. Tenminste, in ieder geval de ervaringsdeskundigen hebben met elkaar veel. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, dingen gesprekken. En ook mensen uit het bestuur, die wonen bijvoorbeeld in Enschede, dus die. En een voorbeeld is dat er bijvoorbeeld een vaste consulent voor één loket, waar dan die mensen terecht kunnen. Want dat kan ik me wel voorstellen, dat je, als die mensen eenmaal voor zo'n loket staan, en dan wordt er van, wat kan ik voor u doen? Dat niet voldoende is. Nee. Ik bedoel, je moet dan ook wel zicht hebben of gewoon wel een inlevingsvermogen hebben van wat is er aan de hand? Want van sommigen kun je ook niet meteen zien dat er iets aan de hand is. Klopt. Dus daar moet ook wel voorzichtigheid en veiligheid vooral zijn. Ja, en duidelijkheid. Men denkt ook wel een soort van sociaal makelaar, wat er nu al is, om iemand met die functie aan te trekken, om te zeggen van, die daar speciaal mee bezig gaat. Mm-hmm. We hebben in ieder geval nu wel een ambtenaar die ook grotendeels dit opgezet heeft. Ook in samenwerking met mensen van de ervaringsdeskundigen. Dat zou je kunnen uitbreiden. Want dat is nu één persoon die erover gaat. Mm-hmm. Als je het echt helemaal wil uitbreiden, zou je dat moeten doen. Want vorige week was in het politiek beraad Marianne Stevelink als inspreekster. En die zei van, we moeten op allerlei leefgebieden moet daar aandacht voor zijn. Mm-hmm.
Nou, in de inclusieagenda wordt niks over wonen gezegd en er wordt ook niks over werk en inkomen gezegd. Nou, hoe belangrijk is het als je dus al beperkt bent dat je ook je eigen inkomen kunt verdienen of dat je zelfstandig kunt gaan wonen? Ja. Daar is in ieder geval nog geen aandacht voor geweest. Dat is moet er ook komen. Ja, dat is natuurlijk ook een opdracht naar heel Borne toe. En naar werkgevers of mensen, duidelijk gewoon om meer aandacht te besteden aan de mensen die in onze samenleving die hulp nodig hebben of die aandacht nodig hebben. Uiteindelijk gaat het over bestaanszekerheid. Ja. Daar willen zij ook gewoon op terug kunnen vallen. We willen onze eigen zekerheid voor ons eigen bestaan kunnen creëren. En niet afhankelijk zijn van anderen. Natuurlijk heb je begeleiding nodig. Maar je wilt ook met openbaar vervoer kunnen. Je wilt ook je eigen inkomen kunnen verdienen. Je wilt ook je eigen huis of appartement kunnen krijgen. Nee, je wilt volwaardig mens zijn. Volwaardig mens zijn. En daar moet er wat gebeuren. Ja. Ik heb hier aangetekend, maar toegankelijkheid. En dan hebben we het over onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening. Ja, het is nogal wat, hè? Dat zijn er veel. Ja. Heeft de gemeente, of gaan jullie accenten leggen? Dat vooral moet direct gebeuren. Nou, de wethouders heel duidelijk gezegd, we willen in ieder geval stap voor stap doen. Ja. Dat zijn de belangrijkste dingen. De eerste stappen zijn eigenlijk toegankelijkheid. Als je in Borne komt, kun je dan de winkels in, kun je naar het gemeentehuis toe, kun je naar het zwembad of andere sportaccommodaties. Dat zijn de eerste stappen. Maar wat ik al zei, waar nog geen aandacht voor is, die moet wel plaats gaan vinden, dat is wonen en werk en inkomen. Ja. Daar is ook behoefte aan. En in oktober hebben wij volgens mij de week van de mensen met beperkingen. Maar dan is het ook heel belangrijk dat er weer aandacht gevraagd wordt voor dingen die nog niet goed gaan. Maar ook aandacht voor de dingen die al wel goed gaan. Ja. Ja, want het gaat eigenlijk verder dan alleen de mensen die gehandicapt zijn of die in die zin meer aandacht nodig hebben. Het gaat eigenlijk over de hele samenleving, de inclusief. Ik heb pas met Marianne een gesprek erover gehad en zegt eigenlijk gaat het over emancipatie. Ja. Dat je mee kunt, of emanciperen kunt, mee kunt doen. Grensoverschrijdend gedrag, dat is toch de term die hier meteen eigenlijk ook plaatsvindt. Genoemd moet worden. Ja. Dus en eigenlijk moet je het breder zeggen. Het is eigenlijk de emancipatie. Want als iemand dat ervaren heeft, dan je kunt naar de politie. Maar het zou leuker, beter zijn dat je naar iemand kan die niet meteen dat gezag heeft, maar waar je wel kan vaststellen wat er is gebeurd. Ja. Dus in die zin moet het ook steeds breder worden. En ik vind wel dat de wethouder gelijk heeft door te zeggen, we moeten stap voor stap de dingen gaan doen. Maar het moet een beleidsonderdeel worden van alles. Dat je zegt van, we gaan nieuw beleid organiseren of bestaand beleid aanpassen. Ja. Wat betekent dat voor de emancipatie van onze inwoners? Kunnen ze allemaal meedoen? Waarom niet? Nou, wat moet er dan gebeuren? Is daar een tijdlijn voor uitgetrokken? Niet om wanneer, alles op te doen. Wanneer moet er iets te zien zijn? Of wat merken we ervan? Ik heb het niet zo precies uit mijn hoofd, maar we hebben wel er is wel een soort van ladder waar we zeggen, wat willen dan gaan gebeuren? En dat je zegt van, wanneer heeft dat al plaatsgevonden? Nou, de eerste hebben al plaatsgevonden dat er aanpassingen zijn gedaan bij het Woldrik. Dat er ook al advies uitgebracht is bij het nieuwe gemeentehuis als dat plaats gaat vinden. Dus net wat ik zei, de winkeliers hebben al een deurbel erop gekregen. Ja. Maar de dingen zoals de emancipatie, grensoverschrijdend gedrag, wat eigenlijk daar ook onder valt. Ja. En discriminatie is natuurlijk ook een onderdeel. En daar heeft de wethouder al wel gezegd, dat gaat ook een onderdeel worden. Discriminatie, dat we daarop kunnen wijkcentra daar een rol in spelen? Omdat zij ook wel zien in de wijk of horen in de wijk of weten waar zwakke punten zitten of waar aandacht voor zijn. En ja, als je het mij vraagt, zeg dat moet. Het moet logisch zijn. En dat is ook het beleid van de gemeente en is nog niet optimaal in uitvoering. Maar dat je gewoon veel meer in de maatschappij wilt staan. Ja. En dan, de wijken zijn daar enorm belangrijk. En sociaal huis wat we nu hebben, dat vindt nu nog plaats in het gemeentehuis, in het oude gemeentehuis. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort één loket, een soort huiskamer om te zien, en laagdrempelig. Nou, die visie moet eigenlijk verspreid worden
over heel Borne. Ja, ja. En dan kunnen mensen... Maar dat, dan heb ik ook wel het idee dat ambtenaren of mensen die daar die dit op dit moment verwoorden op papier... het ook nog eens een keer moeten leren van hoe ga je daar dan mee om? Ja. Of hoe doe je dat? We zijn er ook nog niet. Ja. Ja, de implementatie is de volgende stap. Ja. Ja. En dat is... Dat ergens... Want dan ervaren mensen ook van... hé, is aandacht voor mij. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja, en dan is het ene loket ook belangrijk... waar mensen naartoe kunnen. En dat het ook daarnaast ook in de wijk duidelijk is... dat mensen in de wijk ook een laagdrempelig iets hebben... waar ze met hun informatie of vragen of opmerkingen naartoe kunnen. Dat je zegt, maar dit helpt nog niet. Hier kunnen we nog even niks mee. Nou, en dan moet het... Daar communicatie dusdanig zijn en de lijntjes zo kort, dat je gewoon daar dan, algemeen beleid voor hebt. Ja, ja. Nee, maar dat is wel heel fijn, want als je nu mensen tegenkomt, dan weet je niet wat je zeggen moet van waar moet je naartoe of zoiets. En als dat er wel is, dan kun je ook beter het gesprek met die mensen voeren. Nou, een van de belangrijkste dingen, dat heeft de wethouder ook wel aangekaart, is communicatie. Ja. Communicatie en bewustwording, die moeten samen hand in hand gaan. Ja. Ja. En voor alle mensen, ik heb het nu over 3000 mensen gehad met een beperking, maar als je het over discriminatie hebt of emancipatie, dan komt er nog veel meer bij kijken. Ja. Komt dat volgende week aan de orde? Hoe we gaan communiceren met elkaar? Als het goed is wel. We mogen als fractie in ieder geval allemaal onze betoog houden en dan zal er een beslissing genomen worden, maar dan mogen we ook onze... moties of amendementen indienen. Als we zeggen, dit vinden wij belangrijk als een functie. Dit moet er komen. Ja. Maar het is wel heel bijzonder dat dat... dat nou op dit moment aan de orde is en dat dat een rol speelt. Ja. Ja. We hebben ook samen met de SP en Mieke Visser was daar ook een grote drijfveer in de tijd. Werk van gemaakt. Nee, maar ook in de cultuurnota kwam het als punt, uitdrukkelijk aan de orde. Om daarmee bezig te zijn. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk, dat je in elke nota kijkt, hoe zit dat daar nou? Het moet een algemeen beleidsonderdeel worden. Juist. Het moet eigenlijk een soort checklist bij elke beleidsverandering, aanpassing, nieuw beleid zijn. En wat doen we hiermee met inclusie en dat doet, wat betekent dat? PvdA GroenLinks gaat daar zich heel exclusief of inclusief mee bezig houden. Dan mag je van ons verwachten. En dan wil ik ook graag op terugkomen om te vragen van, hebben jullie nou teweeggebracht? Ja. Nou, dan krijg je bij deze de uitnodiging. Nou, fijn. Want ik krijg ook een seintje dat ik er een punt achter moet zetten. Oké. Okay. Maar ja, bedankt. Ja, ook bedankt. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.